Nou, we hebben vandaag de koop- en bouwovereenkomst getekend voor het nieuwe multifunctionele sportcentrum. Dus de Helsige en het zwembad en sporthal gaat vervangen worden. Ja, wij zijn als aannemer zojuist gecontacteerd om de realisatie van het project op ons te nemen. Dus zowel het ontwerp als de realisatie van het sportcentrum. Nou, wij gaan natuurlijk nu met het ontwerpteam gaan wij het plan verder uitwerken naar een definitief ontwerp. Vervolgens zullen wij de bouwaanvraag moeten indienen. En als dat proces doorlopen is, dan hopen wij maart 2024 te starten met de bouw. Het nieuwe sportcentrum komt bij het station in Elst. En dat die nieuwe er komt, is hard nodig. Het is op. Hij is van 1974, dus het bad is op. Dus de gemeenteraad heeft in 2019 al besloten tot een nieuwbouw. En vandaag hebben we de aannemingsovereenkomst getekend en in 2025 gaat hij open. Hij gaat bij het station in Elst, de stationsomgeving, tegenover de nieuwe ziekenhuis Rijnstaten gaat hij gebouwd worden. Een prachtig nieuw sportcentrum. Daar komen jaarlijks 150.000 tot 200.000 bezoekers en die kunnen dan zwemmen, sporten, bewegen en ontmoeten. Het is een prachtig nieuw duurzaam gebouw en dat past helemaal bij het stationsgebied, de entree zeg maar, van Elst. Dus het wordt prachtig. Een heel nieuw sportcentrum is er natuurlijk niet zomaar. Dat kost, naast geld, ook een hoop tijd. Het bouwproces, de echte realisatie start in maart 2024. Dus dan komen letterlijk de graafmachines op de bouwplaats. Gaan we de bazins, het betonwerk maken. Vervolgens de realisatie van het zwembad en de hele afbouw. Daar zijn we ongeveer anderhalf jaar mee bezig. En dan is er nog een 2-3 maanden tijd voor de inrichting van het zwembad. En dan kan het eind 2025 in gebruik genomen worden, is nu de planning. In 1974 heeft de toenmalige burgemeester Sportcentrum De Helster met een duik in het zwembad geopend. Maar of dat deze keer ook gaat gebeuren, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, ik wil het best toezeggen. Ik heb daar geen probleem mee. Dus ik kan wel duiken inderdaad. Maar burgemeester Verhoeven tot Westervlier heeft inderdaad dit zwembad in 1974 geopend met een koene duik. Dus dat gaan wij waarschijnlijk samen ook proberen. Hè? Dus de bouwer en ik. Nou, daar moet ik eens even over nadenken. Dat, wij hebben een hoop collega's bij Burgerbouw, dus het kan zomaar zijn dat ik dat een collega laat doen. Maar wie weet.